Hallo. Jullie zijn hier vandaag in Winterswijk in het Volt. Mijn naam is Peter Stemerdink en ik wil jullie graag wat laten zien wat we hier bij het Guldenhuis hebben gedaan. We hebben de woning verbouwd met respect voor cultuurhistorie en een ander ding is natuurlijk duurzaamheid. En daar gaan we vandaag jullie hier wat over laten zien. Nou, we zijn hier nu binnen en we hadden al gezegd dat we veel aan duurzaamheid hebben gedaan voor deze woning. Dat was een van de uitgangspunten. En we hebben verbouwd op basis van passief huis. En nou, een van de dingen die je dan al gelijk opvalt is dat, dat kun je hier zien, dat de muren vooral heel dik zijn. En dat is niet alleen de steen, maar dat heeft ook vooral te maken met de hoeveelheid isolatie die ertussen zit. En iets anders wat je niet kunt zien, maar waar we wel veel aandacht aan hebben besteed, is om het huis luchtdicht te maken. En dat betekent dat er eigenlijk een luchtdichte schil in het huis zit. Maar dat is de moeilijkheid om dan ook op de aansluiting alles netjes luchtdicht te krijgen. En dat hebben we denk ik heel netjes gedaan door alles met een speciale tape en speciale middelen ook gewoon helemaal af te dichten. Nou, we hebben net al gezien dat we voor wat betreft duurzaamheid hebben gekeken naar isolatie. Een ander ding wat we gedaan hebben is deze hout cv-haard. Het ziet eruit als een gewone open haard, een kachel. Maar deze doet meer. Je kunt ook als je deze haard aan hebt, en dat hebben we bijvoorbeeld gisteravond gedaan, die verwarmt water voor bijvoorbeeld douchen, maar ook voor bijvoorbeeld voor het voorverwarmen van de vloer. Dus je krijgt ook de warmte weer terug in het huis en je kunt dat hergebruiken. Dus dat is eigenlijk een heel goed voorbeeld. Nou, iets anders waar we veel aandacht aan besteed hebben is, nou ja, we gaven het al aan, duurzaamheid was één van de uitgangspunten. Een ander punt was cultuurhistorie. En cultuurhistorie, dat hebben we zoveel mogelijk in stand willen te houden. Dus de oude elementen in het huis in stand willen houden. En dat kun je eigenlijk hier een heel goed voorbeeld zien. Waarbij je nou ja, een mooie glaspui ziet met hoogwaardige isolatie. En hoogwaardige isolatie in het dak en natuurlijk ook in de muur. Maar ook al die oude elementen die dan terugkomen. Hè. Een paar oude eiken sporen, die oude eiken gebinten. En ik denk dat dat een hele mooie combinatie is, dat ook laat zien dat duurzaamheid ook niet altijd nieuw hoeft te zijn. En je kunt die twee ook heel mooi met elkaar combineren. Nou, we hebben eigenlijk al een aantal aspecten hebben gezien. Een van de dingen waar je ja, ook eigenlijk rekening mee moet houden als je nou ja, zeg maar op passief huis bouwt, is dat je alles luchtdicht houdt. Nou, en dat vraagt best wel veel planning. Is namelijk dat je iets waar je dan heel goed rekening mee moet houden, zijn bijvoorbeeld alle leidingen die je buiten wilt hebben, voor bijvoorbeeld verlichting, maar ook de deurbel. Die kun je niet meer door de luchtdichte laag boren. Dus je kunt niet meer zo een gat boren door de muur. Je moet dus ook alles tijdens de verbouwing eerst onder je fundering doorleggen. Zodat je die luchtdichte laag niet beschadigt. Hè. Dus dat vereist best wel veel planning en voorbereiding. Maar als je dat doet, nou ja, dan heb je daar wel heel veel plezier van. Nou, we hebben nog een aantal wensen die we nog niet gerealiseerd hebben. Een van de meest zichtbare is eigenlijk de zonnecollectoren. Op dit moment doen we de energie, die kopen we groen in. En een ander punt is nog dat we, ik had al iets verteld over dat we luchtdicht gebouwd hebben. Dat we willen controleren hoe luchtdicht het huis is. We hebben daar een bepaalde doelstelling op gezet. En daar willen we eigenlijk binnenkort nog een keer een luchtdichtheidsmeting laten doen. De afspraak die moet nog gepland worden, maar dat is wel de doelstelling om dat dit jaar nog te doen. En dan kunnen we ook echt zien hoe goed luchtdicht het huis ook werkelijk geworden is.